Justine, jouw eerste individuele trofee, denk ik. Vorig jaar was je ook bij de genomineerde. Wat doet dat om dit jaar dan die trofee zelf te winnen? Ja, heel fijn natuurlijk. Ik denk, het is een mooie beloning op een goed seizoen dat we met Liersen hebben gedraaid en met de Red Flames tot nu toe. Voor de campagne. Dus ik ben wel heel blij dat ik zoiets mag en kan winnen. Het is ook ergens een beloning voor het harde werk dat je door het jaar doet. Dus ik ben wel heel blij. Ja. Als doelvrouw sta je natuurlijk altijd een beetje apart in zo'n team. Die dames trainen meestal nog harder dan de andere dames, want die krijgen individuele training. En dan moet die trofee inderdaad wel iets voor jou betekenen. Want dat is vooral voor jouw harde werk ook. Ja, inderdaad, voor mijn harde werk en ook het harde werk van de coaches die mij stimuleren en die mij bijtrainen. En zowel als mijn collega-keepers Nicky en Diede, waar ik mee in de nationale ploeg zit. Dus het is inderdaad een heel mooie prijs. Ja. Bij de Red Flames loopt het op het moment vrij lekker. Die EK-kwalificatie, de deur is al meer dan half open. Die kan bijna niet meer mislopen, zeker doordat er in de andere reeks teams zijn die al 10 punten verloren hebben. Dat is de boost, denk ik, die het Belgische vrouwenvoetbal op het moment nodig heeft. Ja, het is heel goed dat we bij de Flames zo goed draaien. Inderdaad, een heel goede boost ook naar jongere mensen die willen beginnen voetballen. En ik denk dat het voorlopig heel goed draait. We brengen mooie voetbal en we halen meer en meer supporters. Dus het is heel goed bezig voor ons. En dan een toernooi, een eindronde toernooi, een eerste dan in een buurland, Nederland. Dat moet toch wel een extra stimulans zijn. Ja, Nederland is inderdaad niet zo ver, dus sowieso heel veel Belgen die dan even over de grens komen, veel wedstrijden meepakken. En we hebben nu al zoveel supporters, dus ik schat als we het EK halen, dat er nog meer supporters gaan komen. En dan ook nog in een jaar dat er helemaal niks voor de mannen te doen is. Geen EK, geen WK, enkel de dames in de picture. Ik denk dat het wel is. Ja, heel mooi. Ja. Dat hebben we denk ik wel nodig. Zowel mannen als supporters die normaal naar de mannen gaan kijken, ook naar ons komen. Dus heel fijn. Oké, dan wens ik jou nog eens proficiat en heel veel succes. Dank je wel.